Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag ga ik verder Minecraft Let's Play. En waar ben ik? Ja, ik ben in mijn tijdelijke tree farm. Nou, dat was best een goeie gooi. Ja, ach, waar die slime vandaan kwam. Maar ja, even een update over de schapenfarm. Ik had beloofd dat ik het zou filmen, dat ik de schapen zou brengen. Heb ik gedaan. Probleem, ik wou ik zat in mijn eigen kamer. Ik blijf even niet aan het doen, want ik kom straks wel. Ik zat in mijn eigen kamer. Dat is bij mijn vader. En daarboven heb ik geen internet. Dat heeft niet meer te maken, maar... Ik ging daar opnemen, want daar heb ik geen lawaai op de achtergrond. Dat, meestal is de muziek op beneden. En daar had ik even geen zin in dat de achtergrond te hebben. Dus ik neem mijn camera het op. En... dus daar ging ik opnemen. Alleen toen was het opnemen namelijk klaar. Welke programma die had dus die... het kwam dus open zo van editen, exporteren, et cetera. Ik sloot het programma af. Omdat ik het beneden, de computer beneden wanneer zette. Om daar te laten renderen. Zodat ik in de pauze van de film, et cetera, nog even kon editen, et cetera. Maar ja, ik dus het programma afsluiten. Toen vroeg hij... save or don't save? Nou, wat denk je... Ik wil op save klikken. Maar toen kwam opeens iemand binnen. Nou, ik helemaal afgeleid. Ging even ondertussen laat hij drummen nog even. En toen ging ik weer verder met dat ene save or no, niet save. En ik dacht, weet je wat, ik ga toch beneden straks even iets kijken. Dus dan klik ik nu op cancel. En dan ren ik het hier wel eventjes. Maar ja, wat deed ik? Ik klikte niet op cancel, maar op don't save. Dus dat betekent dat... Dus ik snel openen, bestanden kijken. Ik zag hem in dat mapje films net nog dat .scc, .screenflow bestand, nog verwijderen, weggaan. Net te laat om een opname te redden. Er was ook, die opname was niet, eigenlijk niet heel veel aan of zo. Waar ik mee begon is dat ik het probleem hieronder had gefixt met de spannende spiders. Dat ik het heb opgevuld. En dat ik verder niet heel veel heb gedaan, niet heb ge-XP farmd, et cetera. En dat ik, hoe ik de schapenfarm heb gemaakt. De banner een stukje aan vast, et cetera, waarom ik het zo wil bouwen, hoe die werkt, hoe ik het aan een idee kwam. Nou, ik, ja, als je weet, ik volg Itzo's Lab en Six Sigma Void. Nou, Itzo's Lab heeft een geautomatiseerde farm. Maar Six Sigma Void heeft een week geleden. Dus, de volgende... Oké, dat is geen enchant. Ik zit bij de way in snapshot 12W13W02B. Is snapshot bij de way 11W49A ooit? Zo denk je zo van, oh, dat is 2 jaar geleden eigenlijk niet. Maar ja, dit is de sheep farm. Hij is af. Nog niet eigenlijk helemaal, maar ja. Hoe het eigenlijk zit. Hallo. Hier is een gras. Hier is gras, die ons verder niks. Zoals je ziet. Dus ik heb een paar grasbots geplaatst, heel veel toortjes. Deze toort hoort er niet. En dan verspreidt zich dat zelf wel. En we vragen af, waarom zit hier gras? Nou, als hier schapen het gras eten, dan moet het gras dan wat teruggroeien. Daarvoor zit dit gras. Alle schapen het gras opgegeten, dan kunnen ze niet meer eten. Dus vandaar zit dat extra gras daar. Even wat scheren weer. Dat is best wel effectief. En er zitten dus 8 rijen. En die zitten allemaal opgedeeld in 2, zoals je hier ziet. Maar hier nog niet, omdat ik hier nog niet... 4 schapen heb. Als ik 4 schapen heb, zet ik er hier 2 neer. En daar 2. Zodat ik weer mooi kan breeden. En dan elke rij zijn er 16. Ja, zijn eigen kleur. En ze blijven nu voor een tijdje wit. Omdat ik wol nodig heb van NMXP farm. En ik heb al 6 stack wol mijn endchest gedaan. Ik had nog 2,5. Ik ben hier net gaan scheren. En wacht je af, hoe komen deze schapen hier? Want dat zou ik juist gaan filmen dat ik het ging doen. En nu heb ik ze ook hier mooi ingekregen. Ik zal het helemaal uitleggen. Het is absoluut niet gecheat. Dat is gewoon een soort van gay. Ik kan het helemaal niet cheat. Ik heb geen enkele mod hier of zo. Ja, ik kan open to land en een creative mode zetten. Maar waarom zou je? Dat totale onzin als je dat gaat doen. Dan ben je geen Minecraft speler. Dan kun je net zo goed. Dan ben je ook zo'n speler die je één bots gebruikt, et cetera. Dan ben je geen. Hoe je ook hoort, maar ik niet spelen. Het is survival. Maar ja, hier zit een gat naar boven. Ik ging eens naar boven graven. De pickaxe die echt bijna kapot is. Was echt nog 140 uses. En er zit Unbreaking 3 op. Dus was echt nog maar
40 daarboven. Ik heb nog die andere dingen gehad, by the way. Alleen, dat is voor mijn geheime project. Dat zit ergens in mijn base. Of ergens ver weg. Of zit er bij die boerderij. Ik weet het zelf niet. Eigenlijk weet ik het wel, maar ik ga niet zeggen. En de mannen, irritant. Dus ik heb dit zo gemaakt. Kijk, deze komen naar mijn schapen. Ik heb zo eerst een hele dirt ding gemaakt. Ik had gezien om hekjes te plaatsen. Dit ga ik toch heel snel. Even afgevlakt. Ik brak dit open. Ik ging toen met weed lopen. Ik nam een stuk of 20 daarheen. Ik ging deed dit. Ik liep met zo met weed. Er waren echt uiteindelijk 5 beneden gekomen. Laat ik zo zien hoe ik dat heb gedaan. Nou, laat ik nu nog een keer. Ik heb weer 10 meegenomen. Heb ik helemaal verdeeld. Met de weed. Was heel lastig. Ik heb een uur over gedaan. In de oude de opname ook, die is de weg is. Vervolgens ging ik continu vloeken, omdat de schaap net op een goede plek zat. Wou ik het weer afsluiten en dan liepen ze eruit. Weet je, afsluiten in een blok. Maar dat kan niet, omdat de schapen daar op het plek waar dat blok moet staan, staan zij. Net als je... Ik kan niet een blok hier plaatsen, dat had ik de hele tijd daar. Want ik wil hier een blok hebben, dat ik het afsluit. En dan bijvoorbeeld hier. Maar stond dat hele tijd, ja, nu kan het dus wel, maar stond dat toen de hele tijd in de weg. Dus je dan, liep zo naar beneden. Met dit tempo. Boom. Boom. Met de weed in mijn handen. Dat heb ik allemaal alweer verbruikt. Ik moet even binnenkort wat weed weer farmen bij de weed farm daar. Maar ja, wat hier komt. Ik ga hier later ook een betere trap maken met slabs en dan met een heel blok. Toen wil ik een beetje een uitgang van de cave. Maar ja, waar ze hier. Wat ik toen deed. Is... ik maakte, haalde dit blok weg. En dit blok weg. En ze plaatsen. En hier nog een blok, weet je wel, hier. Dat zat afgesloten. Kon dus alleen hierin en hierin. Wat ik ook nog deed. Dus ik plaatste hier een blok en hakte deze weg. Zodat ze het nog een soort zelf konden verdelen. En ik had ook. Die en die weghaak en dat ik hier gas geplaatst wat iets breder was als ik die al snapt niet hoor, dat is nep, kijk maar. Zodat ze zich makkelijk konden mij volgen. En toen ging ik met Enderpearl ging ik eruit, et cetera. Nou, op een gegeven moment, elk rijtje zo af, elke keer 2 rijtjes, dan die 2 rijtjes. Nou, hoe heb ik dit gedaan? Dit zou moet uiteindelijk zijn. Nou, wacht tot ze op goede plek staan. Bijvoorbeeld nu, dan plaats je hier gewoon een blok in het midden. Dus stop je die even en doe je dit. Heb je het al. Maar ik moet eerst hier nog meer schapen krijgen. Maar ja, zo heb ik het gedaan. Zit daar, by the way, ik zoom maar voort. Hij had een schapenfarm. Ging je bouwen. Ik had een schapenfarm nodig. Hij bouwde deze schapenfarm. Ik ga het ook doen. En later krijg ik dus. Komt daar. Zwart. Grijs. Lichtgrijs. Wit. Bruin. Rood. Oranje. Geel. Lichtgroen. Donkergroen. Lapis. Light dye, cyan, magenta, paars, magenta en roze. Dan heb je alle kleuren en zo ga ik dat doen. Maar ja, ik heb nu wel genoeg wol nu. De chest kan ik meenemen, ik heb alweer gelegen net voor het opnemen. En ja, hier ligt een mooie graspad naar beneden. Hier komt ook een beetje het nieuwe deel van de cave. Wordt echt zo'n pad hier langs, et cetera. Hier komen allemaal dingen aan vast. Ik had verschillende gedeelten van mijn cave. Ik heb dit gedeelte. Dus de meer Ethos Lab-achtig cave. Dat is echt zo in een cave maak je iets. Vind ik ook zelf wel leuk. Dan heb je het tijdje hier. Heb je hier de meer mijnstijl-achtige cave. Dan heb je hier de... Nou, ik weet niet hoe ik noem. Ik zie Zoomerstart-achtig. Oh, kijk, dat gaat goed. Oh, zo ook weer hoog stemmetje. Dat stom was een keer. Dus dan staat dit ding verstopt. Weet je wel een manier. Weer. Nou, een gunpowder gaat zeer goed. Ben ik tevreden over. Echt tevreden hoor. Leider moet nog, ik moet dat gebied bij de boerderij nog oplichten. Ik moet dat daar nog wat oplichten met torches. Een beetje daar. En een klein beetje heel... Nou, nee, niks meer daar. Dus alleen bij de boerderij. Nog een beetje onder het dorp. Een heel klein beetje. En nog een beetje daar. En dan moet ik de mobspan nog veel groter maken. En het is gewoon heel veel gunpowder. Ik woon nog ergens een soort... woonkamer hebben, studeerkamer, echt een soort huis als het ware. Gedeelte van een huis, dat wil ik dus hier bouwen. Hier ergens achter, zo van echt aan artifacts aan de muur met allemaal met kaart erin, een bed. En dan komt aan deze kant van de cave, hier zit de portal dus.
En hier komt, naar mijn idee, ik heb een enorm vet en enorm groot idee. Hey, ligt nog wat iron. Maar ja, wat idee voor dit is, ook het iron daar. Je neemt dat punt. En je neemt dat, en je neemt dat punt ongeveer daarachter. Dan maak je een enorme vierkant van. Oftewel, dit helemaal rechtdoor. En dat gaat weer die kant op de hoogte van dat. En dat ook die kant op en heel hoog. Wil ik een enorme uitgeholde gedeelte hebben. Allemaal TNT, dat gaat me wel 5 tot 10 stack TNT kosten. Dat heel veel is, echt heel veel. Dat is echt gewoon 25 stack gunpowder. Dat gaat nog heel lang duren. Een paar 10, 20 episodes. Wil ik helemaal uithollen. Dan wil ik onderaan een enorme tree farm hebben van elke bomen. Daarboven wil ik een soort van sandstone hier. Een looppad omheen. Ik denk wel dat ik een cirkel vorm wil. Nee, niet deze. Nee, niet. Nee, een vierkant. En daarachter wil ik het datumdisplay. Oh ja, by the way, over de special gesproken. Als je weet, volgende is episode 49. Volgende episode is, ik ga van die voortaan niet meer doen van, hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag ga ik vinden het episode zoveel van Tom's Minecraft. Ik ga gewoon zeggen, hallo mensen, Tommy weer. En, of gewoon een hele andere intro. Dat vind ik iets beter. Je moet elke keer even zeggen wat je gaat doen. Maar ja, back to the subject. Ik heb al wat spullen ingeladen. Heel veel wol, zoals je ziet. Is echt veel. Genoeg. Dit mee voor pressure plates. Genoeg repeat. Nee. Ik maak nog wat repeaters bij. Ik maak even een stack repeaters. Heb ik 2 stack sticks nodig. Je maakt van 1. Je hebt voor 4 sticks. 4 sticks heb je 2 hout nodig. 4 keer 32 is 1 stack dinges. Is hier. Is dit heb ik nodig. Yep. Hup. Oh ja, ik zal nog iets anders doen. En dat is heeft te maken met het nieuwe snapshot. Oh, dat ging even verkeerd. Dat heeft te maken met 13W02A in het algemeen of B. Dat zijn de quartz blocks. Die zijn, oh, baas. Eindelijk een soort marble limestone. En ja, het inventory is toch irritant. Ik ben een beetje aan gewend. Maar het is handig als je echt iets inklikt. Dan gaat het helemaal niet goed. Of doe dit. Dat werkt ook heel moeilijk soms. Ja, even stack redstone repeaters erbij. Ze gaat repeat, want hij kan redstone repeaten. Alsof je een iron repeater hebt. Kijk, dat past er niet in. Dacht ik al. Doe ik even zo. Chest. Even mee. Floep. Oh ja. Ik heb een comment gekregen van iemand. Oh ja, dat doe ik aan het einde van de episode. Dat is iets helemaal nieuws. Dat is echt iets helemaal nieuws. Dan wordt het helemaal nieuwe. Moet ik wat dingen meenemen. Dus weet je wel, dit. Ja. En wat dan? Dat. Maar ja, ik ga eventjes naar de end. Eigenlijk een betere poort door dit. Dat hij helemaal afgesloten van dit. Oh ja, ik was aan het vertellen over de. Dat is dus de soort van de cave aan die kant. Dat je alles aan de cave hebt. Daar komen echt al mijn dinges. Hier komt mijn woongedeelte en daar komt mijn. Hier komt mijn enorme grote datumdisplay. Dat zijn dus de 3 stijlen van mijn cave. Waar ga ik nou over? Maakt uit. In ieder geval, ik zie jullie zo in de end. Je ziet er gewoon zo komisch uit. Maar mooi dat ze dit deze shieldje kan. Kijken of er mobs aan komen. Ja, kom maar, Kees Pelletje. Kom maar. Oh, nee. Level 30. Perfect. Dus zijn we hier naartoe gegaan. Even dicht doen. Kan ik het even pakken. Oké, daar is het. Hup, fuck.
Oh, wacht, hij is toch dicht. Nee. Huh. Ik ging toch nog even cave verder farmen. Dit is waarschijnlijk een van de weinige keer dat ik hem nog zou gebruiken. Ik ging al een kijkje toe een sugarcane op te halen. En je weet wat het is. Dit is een tunnel naar de sugar, naar de cave spider farm. Uh-oh. Zo, dat is gefixt. Daar spannen geen mobs meer. Jansje weet. Oh, dat is een kut FPS. In ieder geval, nee, dat is weten. Als je BL, dat zit ongeveer hier. Als dat onder de 7 is, kunnen mobs spannen. Maar ik weet niet zeker of 7 is of onder de 7. Dus ik neem het risico niet met 7, als er 7 staat. Mensen kunnen ook wel een beetje zien wat opgelicht moet worden. Dit is goed, dit is niet goed, dit. Nou, 7. En als je vraagt, kunt daar kan geen spin spannen. Een spin heeft de ruimte van 3x3 nodig. Weet je dat even? Het grappige is, als ik speel met 20 fps, dat dus soms heel veel voorkomt, dat heb ik chunks update ofzo. Dan lijkt het al in het final, het filmpje op YouTube lijkt het echt gewoon 50 fps. Dat komt omdat ik gebruik motion blur. En ik heb 24,5 en ik heb 23,976 export frames. Dat is over 24 fps. Dat is, ja, ik ben player. Omdat ik zit in de kamer. Ja, waar ik internetverbinding heb. Als ik beneden ga zitten, dan heb ik absoluut heel snel de verbinding. 60 megabit down, oftewel 7,5 MB per seconde. En 1 MB per seconde, megabyte per seconde upload. Dat is niet heel snel. Dus mijn moeder is de 30 en 30 up en down aan megabit. Oftewel, gedeeld door 6 is het 3,75 MB. 3,75 MB per seconde downloaden en hetzelfde uploaden. Dus ik heb een YouTube filmpje rustig geüpload. En dat is ook glasvezel. Als je afvraagt wat glasvezel, dan heb je up en down is gelijk. 2, 3, 4. Even wat stuff opbergen. En die. Oh. Twee. Ik hoor de mob doodvallen. Klinkt altijd mooi. 2, 3. Over doodvallen gesproken. Huh? Oh, ik dacht al. Als je niet wist, mijn konijn is pas overleden. Dat is heel vlak na. Nou, we hadden eerst twee konijnen. Lev en Murphy zijn biernamen. Dat doen we altijd. Nou, die Murphy was al oud. Dat is 7 jaar. 7,5 jaar. Dat is oud voor een konijn, tenminste. En als je. Oké, nog even tussendoor. Deze portal wil ik verplaatsen naar hier. Oh, pardon. De sport wil ik verplaatsen naar hier. En wil ik hier een lift maken naar boven. Waarom niet hier? Omdat ik iets heb gereserveerd voor hier. Ik weet niet wat het is. Hé, hey, zit hier een trap. Oh. Blijkbaar zit hier een trap. Ik wil hier een enderpearl effect maken om dan in één keer naar buiten te gaan. Nu moet ik heel moeilijk dit doen. En dan hier naartoe. Kan ook gewoon hier langs. Oh, hier kom je op de ravijn net zwaar ook. Daar is niks. Toch, naar boven. Waar had ik het voor? Oh ja, konijn. Nou, die was dus 7,5 jaar oud. Was 2 maanden geleden overleden. Was al triest. Was al heel lief beestje, heel tam. Ik heb al sinds groep 4. Nee, dat zeg ik. Ik zit nu in de derde klas. Dat is dus de 11e. Ja, ik heb sinds groep 4 heb ik haar. Dus dat is eigenlijk een hele leven. Sinds ongeveer. Als je niet weet wat ik gaan doen ben, dat zie je straks wel. Maar ja, ik heb dus eigenlijk al mijn hele leven heb ik haar. Ja, met mijn zus en mijn zusje. Mijn zus is nu in Engeland, zoals je vast al hebt vernomen. Van mijn vele verhalen. Ja, ik weet slechte graphics. Ik heb geen Optifine. Daar kan ik niet goede settings instellen. Ik vind het heel vaag, maar als ik dit gewoon doe, dan lag ik nu. Heb ik Optifine geïnstalleerd, de settings zijn dezelfde. En ik heb opeens 30, 40 fps staan. Dat vind ik heel vaag. Maar ja, het enige wat ik vooral erg vind,
dat de zijkant van het gras niet mooi groen is. De bomen, dat vind ik niet helemaal zo erg, maar wel een beetje. Maar ik vind het ergste dat de zijkant van het gras niet zo mooi groen is. Ik ga nog een keer het landschap hier een keer repareren, dat is niet echt wat mooi. Oh ja, mijn lelijke muur. Het lijkt op episode 9. Squids, waar zijt gij? Wauw, ik kan het dus even doorpraten. Ik kan nog een keer een brug, ja, ik weet het. Ik weet dat daar wel squids zijn. Maar ja, dat is overleden. Dus, en die had alleen de konijn leven. Nou, een konijn van 3 jaar oud. Wit met bruine stippen. Ik zie daar een squid. Daar zo. Nee, nee, nee. Nee, jij gaat niet sterven voordat gij mijn looting aanraakt. Zo, dat zijn veel. Ze droppen echt veel. Oh, die niet. Oh, 2. Nou, dat is best veel, vind ik. Ik weet nog, hè. Dat ik vanaf de spawn, die daar is, liep ik zo hier langs. Door het bos, door dit bos heen. Kwam ik, door het bos heen. Kwam ik langs die bergen, ging ik hier overheen. En terwijl ik eerst hier woonde, liep ik daar langs, kwam ik het andere dus tegen. Als je weet hoe ver ben ik die kant op gegaan, 1000 blokjes, om daar die, om een jungle temple te vinden, jungle temple te vinden. Die kant op, 400, daar is de spawn. Die kant op, 2000, daar is de portal, maar die ga ik verlaten, omdat ik daar een portal heb, gevonden zo pas nog. Toy spin. Die kant op, even goed weten waar ik nu ben. Oh ja, die kant op. Hoogstens 200 bloks. Die kant op. 100 bloks. Dus ik ben nog nooit echt die kant op gegaan. Oh, ik heb zo'n hekel als pils. Als ik, kijk, die wordt dan duwen de skeletons me naar één kant toe. Dat vind ik irritant. Dat vindt iedereen irritant. Oké. Ja, dat was triest. Dus nu die leven. Dat jonge konijn van ons. Dat 3 jaar oud was. Was opeens donderdag. Lag opeens donderdagmorgen dood in het hokje. Een heel jong konijn. Helemaal niks. Maar opeens binnen 1 dag stortte ze in. Stortte ze in elkaar. In 1 keer. Niks meer waard. Don't ask. Don't ask. Just don't. Je komt er snel genoeg achter. Zo. Maar ja, nu ga ik toch dit gewoon filmen. Dat ik naar de end ga. Ik ga straks offline. Ga ik een. Het was niet mijn bedoeling om die pigment te slaan. De zon was door de poorten gegaan, lol. Oh ja, ik speel op hard tegenwoordig. Ik speelde altijd op normal. Maar op hard doe ik nu tegenwoordig. Ik vind, even kijken. Wacht, waarom open ik dit? Voor mij kun je ook de tijd hier zien. Of zoiets. Nee. Oh ja, sexy. Ach, gieg. waar is dit allemaal? Wat is dit? Oh ja, ik had een keer een netherrack nodig. Klinkt heel vaag, maar ik had netherrack nodig. Ja, dat was oplossing overleden, dat was wel triest. Dus by the way, naar de village, die portal. Ik kom helemaal minecart tracks, kun je op een button klikken, dan ga je naar die. Precies naar die. En by the way, de lava animatie is voor mij veranderd. Het is wel nu veel beter, want het zijn die animated textures. Het is niet meer een rood bestandje in de. Dat is een portal. De portal is niet meer dat in een blauwe ding. De blauwe 616 texture in rechtsboven in de terrain op PNG. Dat is nu echt een texture. Zo vet, dan kan ik het animeren. Zelf in een animatieprogramma. Dat lijkt me wel vet. Hallo, Big Man. Oké, de hele. Ver weg. Zonder dat ik echt ga verlaten. Oké, hierin. Oké. Maar ja, die was ontzettend overleden. Mijn moeder zei van, het komt door de stress, want
twee van drie weekenden ga ik naar mijn vader toe. En dan moet je, het gaat de hele tijd in een auto zitten, die konijn, wordt helemaal gek van soms. Of het kan gewoon zo zijn, omdat ons nieuwe konijn, die we toen hadden gekocht vlak nadat Murphy was overleden, over twee weken later. Dat Shoef, die lag heel erg op Murphy, dus dat die was dood gegaan dus. Misschien was het een beetje heel gek voor Leffe, maar ik weet niet hoe dat zit. Oh, stomme Enderman, die het hele stelen. Wat ik eerst even ga doen. Is een nieuwe pickaxe. Dat is eindelijk Peter. En geluid. Maar ja, de stopping overleden. En ze lag nog dood in een hok. Ze lag nog, was nog niet eens begraven. Lag nog steeds dood in een hokje. Of hadden alweer een nieuw konijn. Dat vond ik zelf nergens op slaan. Hey, echt Enderman, wat doe je hier? Echt Enderman. Maar dat vond ik een beetje echt nergens op slaan. Maar ja, dat is wel een heel lief konijntje, de nieuwe, allernieuwste. Dat is een konijntje van, bijna de grootte van mijn hand, als je weet hoe groot mijn hand is. Nou, neem aan de grootte van een, 15-jarige jongen. Van 1 meter, 75 of zoiets, hoe lang ik ben. En dan weet je, nou, hoe groot het konijntje is. En die andere Shoef die we ook nog hebben, die is bruin, is ongeveer 20 centimeter, dacht ik. Of 25 centimeter. Dat is heel, die een hele nieuwe is echt heel schattig. In ieder geval, laten we nu iets anders gaan doen dan deze mensen keer. En in de manieren. Zoals in Weidemcraft heet er, eindig meneer. Ik had die vertalingen gemaakt, by the way, in Weidemcraft. Als je je afvroeg, welke debuut heeft al die vertalingen gemaakt? Nou, dat was ik dus. Oké. Wow. Ze zijn die standaard deze kleur, by the way. Ze zijn niet meer gekleurd als powered. Juist. Nee, het is geen texture perk. Oh. Ze waren ook altijd zo, ik weet niet zeker. Zulke dingen onthoud ik nooit. In ieder geval, we gaan nu werken aan Enderman Farm. Maar ja, het wordt niet zo normaal werken als normaal werken. Want ik ga nu weer skippen dat ik aan het bouwen ben. Omdat ik, niet de zeven tijd heb over nog. Voor vandaag. Het is nu 9:00. Ik had eigenlijk om andere recording was 6:00 was ik. Nee, andere recording was om 6:15 klaar. Net tijd voor het eten. Maar ja. Dat heb ik dus niet gered, omdat die dus recording faalde. Wat jammer is. Maar in ieder geval, ik ga er nu even aan werken. Het gaat me wel een tijdje duren om dat te maken. Maar ja, ik ben een dommerd soms. Ik heb dit nodig. Dit nodig. Dit niet nodig. Dit niet nodig. Dit wel nodig. Dit wel best wel weer nodig. 1-1. Zo. Dit wel nodig. Etcetera. Wel nodig. Nee. Wel. En bij de projectile protection weer aan. Ik had niks meer. Die twons is weg. Weet je wat? Neem dit gewoon mee. Is het een echt Enderman? Nee, dus. Ze kunnen zo het weg teleporteren. Ik moet er even fixen. Holy fuck. Ik ga dit even doen. En zo moet het nu altijd werken. Want dit, als je een minuut AFK staat, heb je dit aan. Dat is echt als je volledige farm af is gemaakt. Ik wacht iets harder. En je moet gewoon iets harder. Oké, nog iets harder schreeuwen. Maar dit heb je normaal als de farm 1 minuut aanstaat. Dat hoort normaal te doen. Dat is zo overpowered. Zo makkelijk. Zo niet meer AFK gaan staan huiselijk maken tijdens het Case by the XP farmen. Het is zoveel relaxter.
Even 30 seconden slaan, normaal. En met level 30. Nu niet helemaal, omdat we niet genoeg enemen waren om continu te gaan slaan. Oh, wauw. In ieder geval, ik ga nu wel naar boven. Maar ja. Dan ga ik hier aan werken. En dan ben ik zo weer terug. Oké. Volgens mij is het gebouw zelf gedeeltelijk af. Ik moet nog de buitenkant even mooi maken, wat pilaren maken. Ik dacht, ik zal zien, waarom heb ik het niet van een quarterblock gebouwd? Maar ja, die bestond natuurlijk niet. Dat is wel jammer. Maar wauw, er zijn hier veel enemies. Oh, ik heb gewoon echt heel veel aangekeken. Ik ben er totaal veilig, by the way. Alleen hier kunnen ze naar teleporteren, dus teleporteren niet op het pak waar je staat. Oh, wat een gekke huis dit. Je moet bijna weer raam in maken. Ik moet ze voortaan niet meer aangenaam kijken. Heel lang duur als ik het kan kijken. Vergeef me! Oké, level 30. Ik heb een diamond hier bij me. Ik moet mijn silkjes even repareren. Even kijken. 1. Dat is heel duur ding dit. Ik heb een beter idee. Hiervan heb ik ze meegenomen. De boeken. Looting 2. Ik relog even om te kijken of de enemies nog beter boos zijn dan. Dat is de helemaal verkeerde wereld dit. Dat is de wereld van Iso's Lab. Dit is beter denk ik. Veel beter denk ik. Nou, ben benieuwd. Ik wist het. Nope. Ik ga zin om dood te gaan. Ik moet nog een veilige manier bedenken. Echt helemaal geen zin om even dood te gaan. Maar in ieder geval, er zitten nu 3 lagen op. Dat was eigenlijk het hele doel van vandaag. 3 lagen minimaal. Van afstand kijken. Hier komt echt veel betere dan dit. Dus even, ga ik misschien weghalen. 3 lagen. Je ziet 1, 2, 3 keer naar pistons zien. Oh, nog torts bovenop plaatsen. Laat ik dat nu meteen maar even doen. En er komen nog een stuk of, nou, minimaal 5 lagen erop. Ik ga er helemaal, helemaal skelet eromheen bouwen. Oké. Nee, dacht ik al. Het zit echt vast in de blok, lijkt wel. Eerst dit ding. Kijk hoeveel er vallen zeg. Wauw. Kan natuurlijk veel, veel sneller dan dit. Maar ja, ik vind dit al een goed begin. Oh wacht, ik heb iets anders nodig. Snel. Ik heb natuurlijk van wol. Dit is gewoon het geraamte. Nope. Dit is vaker gebeurd bij mij, by the way. Good shit. Geluk. Oké, weg te teleporteren. Dat is gewoon niet veel. Oké, maar ik kan er pas helemaal spamproof maken op het dak als ik een beetje hoofd kan hebben. Dan kan ik er slechts op neerleggen.
Wordt natuurlijk zo slecht. Wat zeg ik? Wordt een quarkblok slecht. En dit moet ik ook vermijden, dit gebeurt. Even nog oplichten. En meer. Ik kom gewoon dood beneden. Op hard ben je echt heel snel dood met N-Man. Nope, nope. Tering, ga gewoon. Wij teleporteerden ze net naar beneden toen ze dan net boven sloeg ofzo. Ah, kijk het XP. Maar ja, dit is al lang genoeg voor vandaag. Ik ga voor de episode zo kort proberen te maken. Maar ja, mede dankzij dat ik net zei. Ik heb de afgelopen episode was 25 minuten of ja, 25 minuten, deze is 30, volgens mij is ook 30 ofzo. Deze misschien wel bijna 40 of 35. Maar de volgende episode is de 50 episode special. Wat ik dan ga doen is iets speciaals. Ik heb iets gebouwd. Het is misschien niet heel erg spannend ofzo. Ja, het wordt sowieso een vuurwerk show. En het wordt nog steeds de oude vuurwerk show. Die ik nog heb. Ja. Ik ga nog één ding doen voordat ik stop. Dus proberen Silk Dodge te krijgen. Alsjeblieft, geef mij een Silk Dodge. Wow. Dus het was toch niet de goede idee om die tweede laag neer te zetten. Vond ik alleen mooi voor de. Het ziet misschien wel mooi uit. Oh, doe weer. Ik had het alleen licht dat ik echt. Het ziet er best wel mooi uit, die tweede laag. Respiration, cool. Maar ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Voor de 50 episode special.